Het is van levensbelang dat u bij een dreigende Addison-crisis acuut een hogere dosering glucocorticosteroïden krijgt toegediend. De snelste en gemakkelijkste manier is door een injectie in de spier of een intramusculaire injectie. U kunt leren om uzelf te injecteren. Ook kan een familielid of een andere naaste uit uw omgeving dit doen. Uw behandelend specialist schrijft deze behandeling voor. Deze film laat zien hoe je de injectie toe kunt dienen. Maar wat is een Addison-crisis? Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie, we noemen dat ook wel de ziekte van Addison, zijn gewend om elke dag dezelfde hoeveelheid medicijnen in te nemen. De meeste patiënten gebruiken hydrocortison en fludrocortison. Onder omstandigheden van koorts, bijvoorbeeld een flinke griep of een longontsteking, dan werken de bijnieren eigenlijk 3 keer zo hard als normaal. En patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie moeten dus ook onder die omstandigheden 3 keer zoveel medicijnen innemen. En we bedoelen dan met name het medicament hydrocortison. Normaal gesproken gaat dat heel goed, maar alleen tijdens buikgriep, wanneer je veel last hebt van braken of van ernstige diarree, dan zullen die medicijnen niet goed in het lichaam opgenomen worden. Bij braken braak je simpelweg de tabletten uit en komen ze niet in het lichaam waar ze moeten wezen. Toch is het juist onder die omstandigheden heel belangrijk om de medicijnen binnen te krijgen. En dat kan dus dan alleen maar wanneer je de medicijnen inspuit. Inspuiten van de medicijnen kan door de huisarts gebeuren, het kan ook in het ziekenhuis gebeuren, maar het duurt altijd eventjes voordat dat gerealiseerd is. Daarom is het belangrijk dat u leert om de medicijnen zelf toe te dienen, want dat gaat toch altijd een stuk sneller. De verschijnselen van een dreigende Addison-crisis zijn misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, hoofdpijn, koorts, duizeligheid, zwakheid en neiging tot flauwvallen. U krijgt van uw specialist een recept voor het medicijn en het injectiemateriaal. Met dit recept gaat u naar de apotheek. Daarna maakt u een afspraak op de polykliniek voor een spuitinstructie. Bij de afspraak krijgt u schriftelijke instructies over de spuitinstructie, zodat u zich voor kunt bereiden. U meldt zich voor de spuitinstructie op de polykliniek. Op verzoek van uw specialist neemt u een familielid mee. Op deze manier worden ook uw naasten geïnformeerd over hoe te handelen bij een Addison-crisis. Goedemorgen, Matthijs. Op de spuitinstructie. Ik heb mijn dochter mee. Dag. Mariet. Nou, was de informatie voor je helemaal duidelijk? Ja, die was heel duidelijk. Ja. En nu weet je nu precies waarom en wanneer je moet gaan spuiten? Ja, dat heeft de arts mij ook uitgelegd bij het bezoek. Okay. Ik heb alleen eigenlijk één vraag. Nee. Waarom moet het vloeistof rechtstreeks in het spierweefsel gespoten worden? Het medicijn wordt dan sneller opgenomen in uw bloed dan via tabletten of een injectie onder de huid. Okay. Voor zelfinjectie heeft u nodig het medicijn, een 2-kamer ampul Solecortef of Ectovial, een spuit van 2 ml, een optreknaald, een inspuitnaald, deppers en een afvalcontainer. In plaats van de afvalcontainer kunt u ook een glazen pot gebruiken. Als u materiaal daarin doet en goed afsluit met de deksel, kunt u hem daarna bij de apotheek inleveren. Oké. Dan ga ik u nu de uitleg geven over het injectiemateriaal. De ampul Solecortef bevat zogenaamd 2 kamers. Het ene gedeelte of kamer is gevuld met een oplosvloeistof en het andere gedeelte is gevuld met een poeder. Wanneer op de gele plastic dop wordt gedrukt, zal de vloeistof zich vermengen met het poeder. De spuit bestaat uit een gedeelte waar de injectienaald op geplaatst wordt, dit is het aanzetstuk, en het gedeelte de zuiger, waarmee de opgeloste vloeistof in of uit de spuit gehaald wordt. Met de opzuignaald wordt de naald bedoeld met de grootste diameter. Deze naald zorgt ervoor dat de injectievloeistof gemakkelijk en snel in de spuit wordt opgetrokken. De naald is beschermd met een beschermkapje. Let op,
Zolang dit dopje op de naald zit en de naald nergens mee in aanraking komt, is de naald steriel. De inspuitnaald is de kleinste en dunste naald. Dit is de naald waarmee in het been wordt gespoten. Met de deppertjes kunt u na afloop de injectieplaats licht afdrukken. Als u dan nu uw handen wilt gaan wassen, dan laat ik u zien hoe u de inhoud van de ampul gaat lossen. Oké. Neem de ampul Solucortef. Druk de plastic dop van de ampul in om de vloeistof in het onderste gedeelte van de ampul te brengen. Zwenk totdat het poeder volledig is opgelost. Niet schudden. Wanneer het poeder helemaal is opgelost en de vloeistof helder van kleur is, kan de vloeistof ingespoten worden. Verwijder het beschermende plastic schijfje in het centrum van de gele dop. Neem vervolgens de spuit van 2 ml gedeeltelijk uit de verpakking. Zet de optreknaald op het aanzetstuk van de spuit en draai de naald een kwartslag. Verwijder het beschermdopje van de naald. De naald mag door niets aangeraakt worden. Zet de naald met de spuit in het centrum van de rubberen stop van de ampul tot de tip van de naald net zichtbaar is aan de onderkant. Keert u de ampul om en zuig de hele inhoud via de naald in de spuit. Verwijder de naald met de spuit uit de ampul. Vervang de optreknaald door de injectienaald en gooi de optreknaald meteen in de afvalcontainer. Houd de spuit omgekeerd met de naald omhoog en controleer op luchtbellen. Hou nog steeds de spuit met de naald omhoog en ontlucht de naald door de zuiger omhoog te drukken totdat er een druppeltje vloeistof uit de naald komt. Doe het beschermdopje op de naald zodat de naald steriel blijft. Gaat u gemakkelijk zitten en bepaal de plaats waar u gaat spuiten. Houd rekening met het volgende: spuit nooit in, zichtbare bloedvaten, pijnlijke of ontstoken plaatsen, plaatsen die rood of ruw uitzien, plaatsen die hard aanvoelen, verlamde benen, te opereren been met oedeem of trombose. Leg één hand in uw lies en de ander op de knie. Verdeel uw bovenbeen verticaal in 2 helften en deel het vervolgens in 3. Het middelste gedeelte aan de buitenzijde is het meest geschikt om te injecteren. Probeer dus eens zoveel mogelijk te ontspannen. Een injectie in een gespannen spier is pijnlijk. Neem de injectiespuit in de hand als een pen. Trek met de duim en de wijsvinger van de andere hand de huid op de injectieplaats strak. Steek tegelijkertijd de naald snel en stevig drukkend loodrecht in de huid tot diep in de spier. Fixeer de spuit met de hand en trek de zuiger iets omhoog om te kijken of u in een bloedvat zit. Als er bij het optrekken van de zuiger bloed meekomt, zit de naald in een bloedvat. De vloeistof met het bloed mag niet worden ingespoten. Haal de spuit eruit en maak een nieuwe injectie klaar. Herhaal de handeling en spuit op een andere plaats in uw been. Heeft u geen bloedvat geraakt, druk dan de spuit langzaam leeg. Trek daarna de naald voorzichtig maar snel terug. Druk de injectieplaats met een depper licht af en gooi de naald tenslotte met de spuit in een afvalcontainer.
En hoe ging het met vrouw Thijssen? Het viel me niet tegen. Nee? Nee. In het begin zag ik er wel een beetje tegenop, maar eigenlijk zou ik het nog wel een keer willen proberen. Ja? Ja, dat kan altijd. Dat is helemaal geen probleem. Je maakt gewoon nog een keer een afspraak hiervoor en dan komt ze gewoon nog een keer langs. Oké. Prima. Ja. Neem na de injectie meteen contact op met uw huisarts en daarna met uw behandelend specialist of buiten de kantooruren met de dienstdoende endocrinoloog. Informeer uw naasten over uw ziekte en hoe te handelen bij een Addison-crisis. Bewaar alle benodigdheden voor de zelfinjectie op een vaste en duidelijke plaats. Informeer ook uw naasten over deze plaats. Controleer regelmatig de houdbaarheidsdatum van uw medicijn en injectiemateriaal. Draag altijd uw medicijnpaspoort bij u. Schaf een SOS-medaillon of een witte kruispenning aan. Bij reizen naar het buitenland moet u een in het Engels opgestelde brief bij u dragen. Nou, bedankt voor de uitleg. Heel graag. En tot ziens. Tot ziens. Dag.